Al 25 jaar K3, dat is wel zot, hè? Ja, dat is gewoon 5 jaar ouder dan dat ik ben. Maar dat betekent ook wel 25 jaar aan K3-liedjes. Ja, en de grootste hits van die afgelopen 25 jaar, die zijn dus op een vinylplaat gezet. En ik moet nou toch eerlijk zeggen dat ik wel heel benieuwd ben welke nummers dat precies zijn. Zullen we daar samen eens achter gaan komen? Goed idee. Ik ben eens benieuwd. De koptelefoon. Oeh. Yes. Ready? Wat doen we als het binnen regent? Zet een emmer onder het gat. Wauw, moeilijk. Wat doen we als het binnen regent? Neem een pan of een olievat. Zet de muziek lekker luid. Ah, ik denk dat ik het weet. Afleidend. Als het binnen regent, toch? Ja. Nee, maar ik zag het aan de lekker luid. Ja? Want je had lekker. En ik dacht, volgens mij herken ik het. En je denkt, welk woord komt daaruit? Ja, ik moest echt even denken, maar ik wist het echt pas daar. Ah ja. Oh, moeilijk. Maar er waren ook veel woorden. Ja, wat doen we als het in de regen zet een emmer onder het gat? Sorry, geen echte duidelijke definitie of zo. Maar hé, het is wel gelukt. Scan ook gedaan. Oké. Het is met dansen. Oké. Is het een moeilijke? Voor mij wel. Oké. Want ik heb nog nooit officieel deze choreo geleerd. Oké. Okay, maar je gaat het wel weten. Oké. Okay. Maar volgens mij is het zoiets. Ja. Ja, allemaal moeilijk en maar allemaal de andere kant maar op. Maar ja. Dansen als een farao. Yes. Goed. Dansen, dansen als een farao. Ja, maar ik wist dan, maar dat, vanaf daar ben ik het een beetje kwijt. Nee, maar het was goed. Het is oké. Okay. Heel duidelijk. Dank je. Ja. Tekenen! Yes! Ik vind dat leuk. Deze gaat dat snel weten, normaal. Ja? Hè? Ja. Normaal? Normaal wel. Dan hangt allemaal van jouw tekenskills af. Ja, 10.000 luchtballonnen. Ja, ik had je natuurlijk ook nog even door kunnen laten gaan. Dat is waar, maar dat is je gelukkig niet. Oh, ik weet niet. En nog een ballon? En nog een ballon? Nee, ja. 10.000 luchtballon, dat was ons allereerste liedje. Dat blijft speciaal, hè? Ik vond dat wel een heel moeilijk liedje om te zingen. Maar... Snap ik. Ja, dat blijft toch speciaal, zo allereerste liedje. Ja, dat wel. Ik vind dat wel een heel mooi liedje. Dat is absoluut. Daar hangt zo ook een beetje zo'nzelfde soort magie omheen. Ja. Zo. Als je die intro zo hoort, dan heb je zo, die kippenvel. Ik weet niet. Altijd weer. Dat is waar. Jullie hebben het misschien al wel door, maar we zijn dus op chronologische volgorde aan het gaan. Ja, we zijn nu begonnen met de allereerste generatie en we zullen eindigen met jou. Yes, en er komen dus nog 12 nummers aan. Benieuwd welke de volgende gaan zijn? Kijk dan zeker volgende week. Doei doei!